Hoe heet jij? Naomi. En wat heeft de Naomi gemaakt bij het straattekenen? Een soort allemaal dingen met heel veel kleuren. Heb je een prijs gewonnen? Nee, dat jammer genoeg niet. Oh, jammer zeg. Hoe kan dat nou? Dat is hartstikke mooi. Ja, ik weet het ook niet. Waren die anderen nog mooier dan? Ik denk het. Ga je nu het hele jaar een beetje oefenen en je best doen om volgend jaar wel te winnen? Ja. Mevrouw jurylid, hoe moeilijk was het? Nou, het was heel moeilijk. Er zaten weer hele leuke kleurplaten tussen vandaag. Deden best wel veel kinderen mee? Ja, als je achter kijkt, dan zie je een heel plein staat vol. Waar heeft u ze op beoordeeld? Op kleur, creativiteit, diversiteit, originaliteit, heel veel categorieën. Okay, wat kwam u tegen zoal, weet u het nog? Nou, vooral heel veel vlinders waren dit jaar weer populair, maar ook Pokémon. Het Van Nispen logo van de voetbal is nagemaakt, feestcommissie logo, dus echt van alles wat. Dus u bent tevreden? Zeker, absoluut. Nou, een heel team hier. Wie ben jij? Yara. Rosemarijn. Emma. Noora. Louise. Wat hebben jullie gemaakt? De American Pino. De Amerikaanse Pino? Ja. Hebben jullie nou een prijs gewonnen? Ja. Wat voor prijs? Sommigen hebben stoepkrijt en sommigen hebben vouwbare papieren. Okay. Ben je daar een beetje tevreden mee? Ja. Ja, vond je het leuk om mee te doen? Ja, zeker. Okay. Ben je tevreden over je tekeningen in deelname? Ja. Ook volgend jaar weer? Ja. En gaan jullie nou allemaal meedoen met het buikschuiven? Ja! Ja! Meneer de voorzitter, in actie bij het Tjeu de Boel administratiekantoor, zal ik maar zeggen. We kijken even terug, hè, want je bent al een paar dagen onderweg met je feestje. Hoe was het tot nu toe? Het gaat verder zoals we begonnen waren eigenlijk. Mooi weer, enthousiasme. Misschien de muziek iets te hard, maar ja, moet erbij. Hè. Drinkie, muziekie, zonnetje, spelletje. Plezier. Hey, ik zit aan het einde van de Tjeu de Boelbaan, zit ik hier al een beetje veilig? Want hoe is het niveau hier? Want, Nou kijk, we zijn net begonnen. Als je nou om 9:30 hier komt zitten, dan is het misschien wat gevaarlijker. Dan zit hij wat langer. Nee, maar nu kan het toch wel. Ja, we hebben helaas verloren, maar met 6-3. Dus het valt mee, de schade. En waar lag het aan dat jullie verloren? Nou, wij vinden... Ja, wij moeten erin komen. Wij zijn een soort diesels. Dat komt langzaam op gang en daarna gaat het goed komen. Mannen, jullie zijn... De drie musketeers. En waar komt die naam vandaan? Van drie heldhaftige lieden. En hoe lang dragen jullie die naam al? Nou, ik denk al 20 jaar, denk ik. 25. Ja. Ja. Zolang Tjeu de Boel is, zijn we de drie musketeers. Ja, jullie zijn Tjeu de Boelers van het eerste uur, klopt dat? Ja. Zeker, ja, we hebben op de Zulke Duinweg, we zijn overal, hebben we al gestaan. Nou. Betekent dat dan ook dat jullie er heel goed in zijn? Redelijk goed, we hebben een paar keer de eerste prijs gehad, twee keer tweede. Maar we wachten vandaag ook wel wat hoor, met dit mooie weer. Ja, want die weersomstandigheden, maakt dat het eigenlijk makkelijker of moeilijker? Nou, dit is wel een beetje erg geworden voor ons hoor, we zijn geen 20 meer. Het is goed voor de horeca, hè? Het is goed voor de horeca, want ja, die... Dus nu even goed scoren en daarna lekker drinken. Ja, we gaan even lekker biertje halen. Wanneer de eerste ronde zit erop. Zijn jullie door? Zeker weten. Zijn jullie misschien wel de jongste Tjeu de Boelers die meedoen aan het toernooi vandaag? Nou, ik heb even rondgekeken en dat zou zomaar kunnen. En hoe krijgen jullie voor elkaar om al die gasten met ervaring dan te verslaan? Ja, ik denk toch een beetje de jeugdigheid. Wij zijn nog lenig, dus ja... Ik denk daardoor. Hey, overal komen ze vrijwilligers tekort, maar waar ik ook kijk, is hier allemaal mannetjes lopen in oranje shirts. Jullie hebben geen problemen volgens mij. Nee. Ze hebben wel een speciale selectie. We zijn een elite team. En dat zit helemaal goed. Ja. Dus het is nu al geslaagd bijna? Ja, dat zeker. Het is al geslaagd voordat we gaan beginnen.